Er heerst een mollenplaag in Nederland. Door de zachte winter zijn deze zwarte gravertjes actiever dan ooit. In het Limburgse landschap zijn hele speciale mollen actief. Deze ganggravers zetten zich in voor het behoud van ons cultureel erfgoed. Wij zijn de zogenaamde Limburgse mollen, zijn wij. En wat wij doen, dat is hier alle schatten die zich onderaards bevinden in de Mergelgroeves, die proberen we te behouden, te redden. En dan moeten we nog wel eens een keertje gangetjes vergraven. Dit is hier de eerste gang die wij als mollen hebben gegraven. Project van ongeveer 4 meter. Hoe lang hebben jullie daarover gedaan? Een weekje of 6. We hebben hier in de loop van de tijd hebben we een stuk of 5 gangen hebben we hier in dit gebied gegraven als mollen. Dat mag je wel zeggen, hier deze cirkel zo ongeveer. Mollen hebben daar enorme klauwen voor. Hoe doen jullie dat eigenlijk? Nou, die klauwen die een mol heeft, daar hebben wij beitels voor. En hakken. En houwelen. En dat zijn eigenlijk onze graafwerktuigen. Hè? En dat gaat goed? Nou, dat gaat perfect. Ik denk even goed als dat de mollen doet. Zit u net als een mol ook liever onder de grond? Jawel, ik zit liever onder de grond. Hoe komt dat dan? Nou, ik heb een bepaalde aantrekkingskracht, voel ik. En nou, dat kan ik eigenlijk niet verklaren. En hoe vaak zit u dan hier, zo in de grond? Een keer of 5 per week. En als ik dat in uren uitdruk, nou, dan zijn het heel wat uurtjes. Dan zit ik wel aan een klein 40 uurtjes. Mollen die graven gangen om voedsel te zoeken. Waarom graven jullie eigenlijk gangen? Wij graven die gangen voor historische tekeningen die lang geleden hier bedolven zijn onder aardstortingen, voor die we gevrij te graven. Het zijn tekeningen uit de vroege middeleeuwen, 1300-1400. Het zijn allemaal Bijbelse taferelen. Alles heeft eigenlijk met liturgie te maken. Het is een cultuurhistorisch iets wat je hier op deze muren geprojecteerd ziet. Wat we hier zien, dat is de Hof van Olijven. Jezus met een kelk. Hier zie je dus ook op een gegeven moment apostelen zitten. Wat is er zo belangrijk aan die tekeningen? Het belangrijkste is dat ze hier in heel Europa hun weerga niet kennen. Dit is de enigste plek in een kalksteengroeve waar oude middeleeuwse tekeningen met deze uitbeelding geplaatst zijn in zwarte houtskool. De enigste. Het is gewoon uniek. Wat doet u ermee? We willen dit doen voor het bewaren voor het nageslag. Straks is alles afgegraven en dan wordt gezegd, hey, waar waren die tekeningen? Ik heb er eens ooit van gehoord. Dan moet je met documentatie kunnen komen, met kaarten, met stippen waar ze gestaan hebben en uiteraard de foto's. De mollen vormen op dit moment in delen van Nederland een plaag. Zijn jullie ook eigenlijk een plaag? Wij zijn eigenlijk voor de mensen die dit proberen te voorkomen nog meer als een plaag. Een hele erge plaag zelfs. Dat zou je echt met een mollenplaag kunnen vergelijken. Zijn jullie al eens een keer gesnapt? Jongsleden, de 28e januari, toen was het weer prijs. En dat was toch wel een heel grote operatie. Een man of 30 voor een stuk of 7 mollen. Dit is de enige plaats waar je van Nederland naar België kan komen. En aan deze kant, daar staat heel vaak de Belgische antiterreurbrigade van de Rijkswacht, politie en functionarissen voor zo snel als we hier uit dat gat komen. Hebbes, dan heb je de mol te pakken. Een mollenval. Dat kun je een mollenval noemen, ja. Maar dan met een modern jasje. Stel, Gugget. Kun bijna goed. Nee, goed.